Je bent hier in Orvelte. Ze noemen dat ook wel een monumentendorp. En wat heeft dat te maken met de Rotterdamse haven? Het is vanzelfsprekender dan je denkt. Ik leg het je uit. Via de haven van Rotterdam komen veel producten in ons land binnen. Maar 500 jaar geleden kwamen er geen boontjes uit Egypte of aardbeien uit Spanje. Geen hout uit Brazilië, geen kleding uit Bangladesh en ook geen rundvlees uit Argentinië. Dus niets werd even snel online besteld en thuis bezorgd. Bijna alles werd in de buurt geproduceerd en je kreeg op je bord wat er beschikbaar was. Ook je kleding, de scharnieren van de deur en het hout voor het dak werden in de buurt geproduceerd. En als je het zelf niet had, ruilde je gewoon met de buurman. Delen is het nieuwe hebben. Samen was je zelfvoorzienend. Zelfvoorzienend zijn betekent dat de mensen in een dorp of stad zelf voor hun producten zorgen. Er werd dus in het verleden bijna niet gehandeld met andere gebieden. Klinkt best simpel, toch? En het heeft grote voordelen. Geen megastallen, geen made in China, geen enorme afvalbergen plastic, geen vliegtuigen en boten die alles moeten transporteren. Slimmerikken, die voorouders van ons, probeer het zelf ook eens. Niet alles nieuw kopen, maar ook jezelf wat ruilen of maken. Big fun. En je houdt de centjes in je eigen zak. Wat kunnen we eigenlijk nog meer leren van onze voorouders? Kijk maar eens goed rond. Terugkijken is hier ook vooruitkijken. Vind je de natuur en erfgoed in Drenthe de moeite van het behouden waard? Word dan beschermer of doneer eenmalig. Kijk op drentslandschap.nl. We kunnen je hulp goed gebruiken.